Het onderzoek naar de gewelddadige dood van mevrouw Ida Kleinstra in de Blessen op maandag 23 juni 2008 is heropend. De politie en het Openbaar Ministerie hebben dit in overleg besloten. Het levenloze lichaam van mevrouw Kleinstra werd op maandag 23 juni om 5:30 in haar woning aan de Franke Derdestraat in de Blessen aangetroffen. Ze werd gevonden door haar man en dochter die op dat moment thuis kwamen. Sporen wijzen uit dat de vrouw door vuurwapengeweld om het leven was gebracht. Nadat het team grootschalig onderzoek begin 2010 werd stilgelegd, ging een aantal rechercheurs verder met het onderzoek. Wij zijn sinds een paar weken zijn we bezig met voorbereidingen met het onderzoek om dat weer opnieuw te heropenen. We hadden toen destijds in 2008, in de tijden dat mevrouw Kleinstra dood in de woning werd aangetroffen, hebben we diverse sporen aangetroffen. Die hebben we toen door het Nederlands Forensische Instituut laten analyseren. Nou, er is, op dat moment is er wel wat informatie uitgekomen, maar eigenlijk niet de informatie die wij wel wensten. Dus we zijn wel door blijven zoeken de afgelopen jaren, ook door middel van een cold case team. Dat heeft ertoe geleid dat we weer contact met het NIW hebben gehad. Die heeft nieuwe technieken. We hebben de bestaande sporen hebben we opnieuw laten onderzoeken, analyseren. En daar is zodanig nieuwe informatie uitgekomen dat het OM en de politie hebben besloten om het onderzoek naar de dood van mevrouw Kleinstra te heropenen. Waar bestaan die nieuwe technieken uit? Die nieuwe technieken, daar kan ik niks over zeggen, want daar heb ik de wetenschap niet van. Maar het is wel zo dat het NIW ons heeft getipt van jongens, laten we het nog eens een keer bekijken. Er is een poging tot aanhouding geweest van een vermoedelijke dader. Dat klopt. Dat was 4 dagen na de dood van mevrouw Kleinstra. Is er in Franeker door het AE een man zou worden aangehouden. Deze man die beroofde zich op dat moment van het leven. Dus we hebben nooit een veroordeling gehad in deze zaak. Er zijn meer aanhoudingen geweest. Er is nog een aanhouding geweest. Dat is in 2009 geweest. Een inwoner van Wolvega. Deze meneer die hebben we wel in eerste instantie te lasten gelegd. Betrokkenheid bij de dood van mevrouw Kleinstra. Dat hebben we niet hard kunnen maken. Was de zoon van de man die zichzelf van het leven beroofd? Dat was de zoon van de man die het... Ja, inderdaad, dat klopt. Maar we hebben dat niet hard kunnen maken. Die zaak is ook niet voor de rechter geweest. Hij is wel veroordeeld voor het wapenbezit, handel in wapens en het bezit van amfetamine. Dat is wel de veroordeling geweest toen. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen. Wij gaan getuigen horen. Ook getuigen horen die we in het verleden al hebben gehoord. Maar we gaan ook nieuwe getuigen horen. En welke kant gaat het nu uit? Zit het nog steeds in dezelfde familiekring? Welke moeten we aan denken? Daar doe ik natuurlijk geen uitspraken over in welke richting we gaan denken. Maar wij hopen door middel van deze nieuwe ontwikkelingen en nieuwe vondsten bij het NIW dat we een doorbraak kunnen forceren in het onderzoek. Er is natuurlijk weer sprake van DNA. Dingen nog uitzoeken op het gebied van DNA? Nou kijk, we hebben toen destijds hebben we een aantal mensen verzocht om mee te werken aan DNA. Dat was toen op vrijwillige basis. Er zijn een aantal die hebben daaraan meegedaan en er zijn ook een aantal die hebben geweigerd. Kijk, mensen die hoeven in principe niet mee te werken met een DNA-onderzoek. Hè. Dat is, dan moet men echt veroordeeld zijn voor een misdrijf van 4 jaar of meer. Nou, dit waren mensen die vrijwillig, die wij eigenlijk vrijwillig hebben benaderd en vervolgens verzocht hebben om mee te werken. Nou goed, het resultaat heb ik net verteld. Maar komt er in het kader van eerdere gelukkige ervaringen een grootschalig DNA-onderzoek? Wie zal het zeggen? Ik kan er op dit moment nog niks over zeggen.